naar een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag maandag en ik ga weer werken vandaag. Uiteraard heb ik er vandaag weer lekker zin in. Ik kon alleen vanmorgen wat moeilijker uit mijn bed dan normaal, merkte ik. Ik dacht echt, nee, waarom? Maar ik denk dat ik mijn koffieapparaat wat later ga zetten. Mijn koffieapparaat zit om 5:30 en om 6:10. Alle 6 gaat de wekker. Dus ik denk dat ik die om 6:00 ga zetten, want ik drink hem uiteindelijk toch pas om 6:15. Het is nu 6:17. En ik zit nu pas aan mijn koffie. Dus ja, dit is niet anders. Een beetje koud water toevoegen, denk ik, als die wat kouder te drinken. Maar ik ben er dus ook aangekleed. Ik heb een soortje broek aan, mijn witte vans en een t-shirtje. Gewoon simpel. Ik wil eerst een even shirtje doen, toen dacht ik nee, deze zit gewoon lekker. Toen doe ik die gewoon aan. Ik werk vandaag trouwens een lange dag, 2:30. Dus ik denk niet dat ik heel erg veel ga kunnen filmen. Ik laat de camera ook gewoon thuis, want ik vind het een beetje creepy na alles wat de vorige keer gebeurd is. Maar ja, ik laat de camera thuis, lekker zo zeggen. Kort gebracht naar mijn werk, uiteindelijk uit zoals ik uit werk ben vanmiddag, ga ik even lopen supermarkt voor avondeten van morgen, want ik heb avondmis morgen. Dus ik ga ook verder geen risico nemen of de camera meenemen, want ik kan daar toch niks om. Je ligt de hele dag in de locker. En that's it. Dus ik vind dat een beetje zonde. En voor hetzelfde gaat wordt die vorige keer was mijn kluisje gehackt en was er niks gejat. Je ziet trouwens de beelden hier zo. Maar ja, voor hetzelfde geld wordt er wel een keer wat gejat. En daar heb ik niet zo zin in. Dus het risico ga ik niet nemen. Ik heb trouwens de vlog vanmorgen geëdit. Ik heb hem alleen nog niet geüpload. Dat ga ik vanmiddag allemaal doen als ik er nog zin in heb. En dan doe ik dat morgenochtend. Maar ja. Ik ben helemaal ready. Het regent buiten. Het is vies weer. Zo jammer. Maar goed, doe ik niks aan. Ik ga in ieder geval zo... lekker naar het werk. Goed, ik ben klaar. Op naar het werk. Goed, ik ben inmiddels weer thuis. En ik ga even lekker een lolly eten. Ik heb net even wat gegeten, want ik heb heel weinig geluncht vandaag. Dus ik had echt heel veel trek. Ik ga mijn schoenen trouwens gelijk even uitdoen. Mocht je denken, Kim, wat ben je moeilijk aan het doen? Ik probeer mijn schoenen uit te krijgen. Maar ik heb dus... best slecht geluncht vanmiddag, dus ik heb net even wat gegeten. Dus avondeten zal ik ook wel wat later doen, want ik heb net helemaal vol gegeten. En het is 3:55, dus ik zal wat later avondeten, maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb vandaag lekker gewerkt, alleen mijn schoenen hebben heel strak gezeten, dat is echt zeer. Ik heb vandaag heerlijk gewerkt. Goed gewerkt ook, gelukkig. Ik heb een leuke route gehad, zo was ik heel blij mee. Ik ga nu... wat ga ik eigenlijk allemaal doen nog? Geen idee eigenlijk. Ik heb ook echt een vlekje op mijn gezicht. Dat ik denk, oh, moet dat nou? Maar goed, maakt niet uit. Ik ga even lekker TikToks kijken, want ik heb niet zoveel te doen. En ik dacht, ik ga gewoon TikTok kijken. Ik moet nog een vlog editen, maar dat ga ik vanavond even doen. Dat is op zich zo gebeurd. En deze vlog hoef ik morgenochtend niet te editen. Want ik ga morgen door met deze vlog. Omdat het geen zin heeft, omdat ik morgenavond niets heb. Dus ook weinig kan filmen. En nu dus ook weinig gefilmd heb voor vandaag. Dus ik ga even lekker op TikTok rond neuzen en even chillen op bed. Normaal zit ik lekker in die stoel daar. Maar ik dacht gewoon even lekker chillen hier op mijn bed. Even lekker een beetje hangen. Ik had ook helemaal geen zin om eigenlijk rechtop te zitten. Dus ik dacht, ik ga gewoon even liggen. Dus dat. Maar wel een fun fact. Sinds ik die stoel in mijn kamer heb, zit ik dus echt bijna nooit meer op mijn bed. Nu wel eventjes. Omdat ik ook eventjes heel even wil liggen. Maar ik zit bijna nooit meer op mijn bed. En dat is zo fijn.
Vind ik, ben ik echt heel blij mee. Maar goed, ik ga lekker TikTok kijken. Oké, fucking change of plans. What the fuck? Billy, ons konijn wat dus is aangevallen, dat zit dus nu alleen. En het zit echt zielig alleen nu. Je merkt aan hem dat hij iets mist. Dus, we gaan naar mijn vader en zus. In, I don't know where. Ik weet even niet precies waar ze woont. Maar het is 1 uur en 3 kwartier rijden. Super lang. Daar gaan we nu een konijn ophalen. Die heeft zij zitten, die is alleen. Meisje. En is bijna even oud als Billy. Dus daar gaan we nu heen. Mama's idee. Mama is een beetje knettergek. En wij doen het nog ook. Dus we gaan nu, ja, hoe lang dus in de auto? Wie is de knettergek? Mijn moeder, echt of waar. Wij. Of wij dan willen het doen? Ja, ook dat. Wij zijn ook koekoek. Maar goed, we gaan nu. Waar woont je dus eigenlijk? Yo, dan mag je niet zeggen, want dat is worldwide nieuws natuurlijk. Ja, maar je zegt de straat toch niet? Oh, in het zuiden van het land, vlakbij Holst. Oké. Nou, dat is dus behoorlijk een stukje rijden. Dus, ik ben omgekleed en wel, want ik zat natuurlijk al in chillkleding, maar op die kant op. Oh. Goed, ik ben weer thuis en lang verhaal kort. Ik heb niks op de weg gefilmd. Ik heb lekker genoten van de rit en ben even lekker door België heen geweest. Heerlijk, door Antwerpen heen. Ik vind Antwerpen gewoon echt, überhaupt België, gewoon echt een super fijne stad vinden als ik daar ben. Maar, ik ga slapen. Het is laat. Het is echt heel erg laat. Het is 11:30. Ik ga slapen en ik zie jullie morgen weer. Voilà! Nou jongens en meisjes, ik heb vanmiddag... Ik ben vanmorgen lekker nog bezig geweest. Vanmiddag, even moeder geholpen trouwens nog. Ik heb vanmiddag lekker even op bed gelegen. Ik heb niet geslapen, maar ik heb wel even lekker chill gelegen. Gewoon even lekker niks doen. Wat zit er nou op die schoen? Yo, ik heb wel gewoon nog even lekker gelegen. En even lekker gerust. Maar het is nu tijd om... naar het werk te gaan. Het, tenminste, nog niet hoor. Ik heb nog ongeveer 1/2 uur. Ik ben even mijn schoenen aan het aandoen. Mijn nieuwe Nike's. Ik heb Nike's aangeschaft. Ik had hele witte Nike's, maar de binnenkant daarvan is echt stuk. En ik wilde heel graag dezelfde Nike's. Toen kwam ik vanmorgen deze tegen. Ik ben even vanmorgen in het centrum geweest. Deze kwam ik tegen in zwart, wit met rood. En ik heb Puma's ook in deze kleur. Maar dan hoge Puma's. En dit zijn half nice. Dus ik was helemaal blij. Dus ik heb lekker nieuwe schoentjes. Dus die heb ik lekker aan. Ik heb een blauwe broek aan met een topje. En ik heb daar een shirtje liggen. Ik wil een vest aan doen. Maar ik denk dat ik toch maar even een jasje aan ga doen. Want... ziet er niet heel erg lekker uit buiten. Ik heb ook letterlijk bijna geen make-up opgedaan. Ik heb trouwens 3 in mijn gezicht van het slapen. Tenminste van dat op bed liggen. Ik heb niet geslapen. Maar ik ga naar beneden. Ik ga nog even wat eten. Het is nu 3:10. Ik moet 3:15 weg. 3:15 bedoel ik. 3:15 weg moet ook te laat zijn nu. Dus ik ga heel even mijn haar nog fatsoeneren. Want dat piekert ook alle kanten op. Het zit niet allemaal hoe het moet zitten, helaas. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga mijn dingetjes nog even doen, shirt aan. En dan ga ik zo onderweg naar werk, ga ik nog even wat eten. Ik heb wraps klaargemaakt voor vanmiddag, of vanavond eigenlijk. Dus dat vind ik ook allemaal prima. Ik heb ook allemaal zin in om lekker te eten. Maar ik ga zo richting het werk. Ik ben benieuwd. Ik heb er uiteraard wel zin in. Ik twijfelde of ik een kopje koffie meeneem die kant op of niet. Ik denk van wel. Ik heb nog van die weggooien cups. Dus ik denk dat ik dat meeneem. Anders zou ik het ook niet weten. Dus ik ga lekker die kant op. Tenminste mijn dingen doen. En dan die kant op. Volgens mij ben ik niet helemaal wakker meer. Maar goed, maar niet uit. Het is slecht weer. Dus ik hoop dat het zo meteen een beetje overwaait. Het ziet er nu niet lekker uit. Let's go. Ja, kom bij me. Zij doet toch wel knippen. Ja. Moest filmen. Ja. Oh, kut. Weet het nooit. Oh, nog niet.
Maar geen gekke dingen. Oh, it's always time for chocolate. Okay. Geeft dat nog rotzooi? Ik denk het niet. Even checken. En je weet het niet, hè? Je weet het niet. Maar we zijn niet scheiterig. Voor mij wel. Voor mij komt er wat uit, toch? Maar ik weet niet zeker. Oh nee. Ik schiet met het plakken zo een keer. Maar gelukkig. Ah, leuk. Die is wel leuk. Zie je dat? I love you. Ah, dat is lief. Dankjewel. Maar komt er niks uit, hè? Nee. Nee, komt niks meer uit. Zo leuk. Dat pak je maar. Ja, toppie. Hallo, YouTube-vriendjes van Kim, hier die oude heer van der. Ik ben er even aan het ophalen, dametje is aan het werk, ze is over 5 minuutjes klaar. Dus ze vroeg of de vader zo vriendelijk wilde zijn om er even op te komen halen. Ah, dat doet papa natuurlijk wel even. En ik moest de camera meenemen, dus ja, hey. Dan mag ze blij zijn dat dit het enigste is wat ik op video zet. Flexibel omruilen kan je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Vraagje, hoe zit jij deze week? Met de Seats en Sofa's Prime Stock Deals zit je 100 euro's voordeliger. Dus voor Prime Stock Deals nu naar Seats en Sofa's. Op zoek naar een spannende date? Via Nova Mora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. En we zijn aangekomen. Nu nog even wachten op de dame. Nou, daar komt ze hoor, de harde werker. Kim YouTube vlog live. Bladi 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 bla. Wiki! Oh man. Oh jongens, ik ben helemaal ingezoomd. Wacht. Oh vreselijk. Goed. Ik ben inmiddels thuis en man, wat een dienst. Ik heb lekker gewerkt. Alleen de laatste dienst was, tenminste de laatste persoon die ik moest helpen, was niet helemaal leuk. Ik heb bijna ruzie gehad met die bewoner. Het ging niet echt naar de bewoner in haar zin. En het werd steeds erger. En mevrouw begon echt serieus te commanderen. En ze begon echt te snauwen, te gillen. En toen heb ik wel even duidelijk gezegd van oké, nou is klaar. Ik help je als je normaal doet. En anders dan zoek je het maar uit en loop ik hier nu gewoon weg. Nou, dat accepteerden ze niet. En uiteindelijk ben ik niet de persoon die dan echt weg kan lopen. Dus ik heb haar wel geholpen met alle godvers en weet ik het over me heen. Maar uiteraard heb ik dat wel even genoteerd. Dat de nachtdienst en de dienst van morgenochtend daar was van weten. Maar ik heb zoveel geduld voor mensen. Echt, dat is ongelooflijk. Maar nu had ik, het zat echt hier. Ik ben zo uit mijn vel gesprongen tegen haar. Uiteraard ben ik wel gewoon professioneel gebleven. Maar ik heb haar wel even laten blijken dat ik het hier niet mee eens was. Ik ben geen hond. Ik word niet gecommandeerd. Punt uit. Klaar. Ik had niet verwacht dat ik dat ooit mee zou maken. Dat ik me ook zo voelde. Dat ik denk van oké, nu is het gewoon klaar. Of ik loop hier weg. Weet je, ik heb zoveel geduld. Maakt me niet uit wat mensen bij me doen of zeggen. Het boeit me niet. En ik blijf gewoon rustig. Maar nu had ik echt zoiets van oké, dan moet je kappen. En zo word ik echt heel boos. Maar goed, ik heb weer stoom afgeblazen bij een collega. En we hebben even alles gerapporteerd en opgeslagen en zo, zodat ze het kunnen lezen. Maar goed, ik ben thuis en ik ga me omkleden en slapen. Dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. En mijn pa heeft als het goed is van alles gefilmd. Dus dat is leuk. Maar dat zie ik morgen wel. Ik heb zelf nog niks gezien. Jullie uiteraard nu wel. Dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg! Oh, daar is onze vlog gehaald hoor. Oh. Nou, slaap lekker.